It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video. Yo, mijn kanaal is Chesto en vandaag gaan we weer Call of Duty Black Ops 2 spelen. Maar ik heb een wapen uitgekozen wat bijna niemand gebruikt in Black Ops 2, namelijk de SWAT 556. En jullie zien al de attachments erop en we gaan er maar mee spelen. En zoals jullie zien heb ik ook een nieuwe facecam, namelijk eindelijk een vierkantje. En ja, natuurlijk fucking sick in plaats zo'n rechthoek. Dus laat alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter, dan helpt het mij enorm. Ik ben blij als we de 40 likes kunnen halen. En laten we daar natuurlijk voor gaan. Oh, en daar is kill nummer 1. Het is een 2 burst kill wapen, laat maar zeggen. Wat inhoudt dat als ik twee keer mijn burst raak, de enemy ook daadwerkelijk dood is. Dan moet ik wel even weten waar de enemies zijn. Ik heb geen hardline op deze class. Kut, net iets laat. Ik wou al gaan schieten, maar als ik dan een hitmark had gehad, dan had ik de lul geweest. Oh, dat was een one shot. Althans, one burst. Ik zeg steeds one shot, maar dat was een one burst. Ik zag hem. Ik zag hem toen hij net mij wou gaan schieten. En dan ben ik natuurlijk te laat. Dus, daar zit er een. Dus kom maar op. Ik zag hem. Nee, kut in mijn rug. Oh, fuck. We werden gebackreept. Oké, de enemies hebben een UAV. Zo, jij bent dood. Maar als je dit wapen natuurlijk wel een keer wil gaan gebruiken, zet er wel een reflex sight op. Dat raad ik wel aan, want het is niet één van de wapens die een chille reticule heeft. Ik weet niet waar de enemies zijn, man. Oh ja, kut! Ik speelde net ook al één potje tegen deze mensen, maar toen met een A94. En dan merk ik toch wel het verschil met hoe ik speel. Met A94... Oh, let's go. Ren ik er veel meer in. Als met zo'n wapen als dit natuurlijk. Wat ook deels logisch is, neem ik aan. Kut, hitmarks. Ah, nu hebben we de enemies UAV. Oh, hij was nog steeds niet dood daar, zo. Spray snijpen. Oh! Ik geef ook maar spray. Fuck off. Sorry, man. Oh, mijn teammate. Ik heb... Reloading. What the fuck? Ik wist dat hij daar zat. Maar niet dat hij daar direct zal zitten. Waarvoor? Ik wil even proberen een steltje op te halen. Dat gaan we ook gaan doen. Waar komt hij uit? Oh, joh, koude rilling. Oeh. Nee, kut, ik kan niet halen, want hij me vol met select fire. Kut. Ah, nu heb ik hem wel. Ik was er net te weak gewoon om hem te hebben. Kijk. Ja, vol met select fire stok. Dat daar iemand zat. Oh shit! Mijn timing is echt kut de laatste tijd. Ik zweer het je. Oh, we gaan dit nog verliezen ook. Kom op, boys. We moeten dit winnen. Hoe sta ik eigenlijk? 13-5. Ik ben nog stronsig koud op dit moment. Dus dat werkt ook niet echt mee. Teammate heeft ze, let's go teammate. Ik heb in allebei. Hostile hunter killer drone inbound. Ik ga met de volgende keer ga ik denk met de FIL spelen. Daar heb ik zin in. Ik hoop dat ik het niet vergeet, dus zet nog even in de comments
FHL. Alleen het woord FHL. Wat snap ik? Oh, wow, Ben. Als jij in de comments FHL zet, dan weet ik dat ik met dat wapen moet spelen. Dan herinner je me daaraan. En enemy had een collateral. Lekker teammate, kan UAV. Friendly UAV inbound. Ja, er komt eentje aan, hoor. Ah, kut man. Oh, wat is de scheidsrechter. Ja, we gaan dit verliezen. Dit gaan we in ieder geval niet meer winnen. Ja, helemaal niet als ik dit ga doen. Ach, ach, ach. Bekendste head glitchpot die er bestaat en ik... Ja, hij zit er niet meer. Ah, kut! Ah, dit is fucked up, man. Ik ga ook al niet altijd best 17-7. Ah, kut, man. Hé, dit is nou even jammer, maar goed. Het is ook niet een van de sterkste wapens, maar... Over 1 of 2 dagen ga ik met de FHL spelen. Ik weet nog niet welke scores of welke attachments ik daarop ga zetten. Maar dat zien jullie dan wel met die video... Maar mocht je natuurlijk wel genoten hebben van deze video, laat dan alsjeblieft je blauw duimpje omhoog achter. Dan helpt me natuurlijk enorm. 40 likes moeten haalbaar zijn. En dan hoop ik jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.